Oud-medewerkers van De Ster vonden de liefde achter de bar die binnenkort wordt gesloopt. Voor een dorp als Nieuwkuik, ja, dit ga je wel missen. En verder, politie en provincie gaan de strijd aan met afleiding in het verkeer. En grote controle op Plataanplein in Drunen levert waslijst aan overtredingen op. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Jarenlang was De Ster in Nieuwkuik een populaire uitgaanslocatie voor mensen uit het hele land. Zaterdag is het laatste feest in de grote arenazaal die binnenkort zal worden gesloopt. Het is een plek waar veel liefdes opbloeiden, ook onder het personeel. Speciaal voor DTV Nieuws kropen twee oud-medewerkers nog één keer samen achter de bar op een voor hen heel bijzondere dag. Wij hebben elkaar 19 april 1990 hier bij De Ster leren kennen tijdens het personeelsfeest. Met een uitverkocht hardcorefeest neemt Nieuwkuik zaterdag afscheid van de Arena en de Freddy's. Die zalen van horecagelegenheid De Ster worden medio mei gesloopt. Het echtpaar werkte ruim 10 jaar in De Ster aan het einde van de vorige eeuw, toen de bar nog dé plek was voor ontmoeten. Maar ook veel klanten denk ik dat die hier ook elkaar hier allemaal hebben leren kennen. Ja, dat ging zo. Ja, en het gaat nu zeg maar een generatie door. Zelfs onze oudste dochter heeft hier haar vriend leren kennen. Toen ze hier werkte. Ja. Ja. In 2005 stapten ze letterlijk en figuurlijk in het huwelijksbootje. Het echtpaar kijkt met warme gevoelens terug op hun tijd bij De Ster. Wij moesten om 9 uur beginnen. En je moest zorgen dat je voor 10 uur binnen was, want dan was het volle bak. Kijk, je had in de tijd de Ster, de Hut, in Loosbroek had je Lunenburg. Zulke uitgaansgelegenheden zie ik niet meer. Ik denk dat de jeugd toch meer nu de stad intrekt en niet meer in die grote getalen, zeg maar. Nee, dan gaan ze naar festivals en dat is toch... Ja. Anders dan dat je in je buurt, zeg maar, elke zaterdag kunt gaan stappen. Bezoekers kwamen ook uit de regio en van daarbuiten. Uit grote steden met bussen tegelijk kwamen ze hier. Met carnaval zelfs caravans op het parkeerterrein van de voetbalclub, zodat ze heel de carnaval hier door kunnen brengen. Ja, en dan stonden er echt 4.000-5.000 mensen binnen met carnaval. Het liepen klanten met dienbladen over de bar heen tegen elkaar. Te kletsen. We hebben er ooit één gehad, die ging met zijn voeten in de spoelbak tijdens Guus Meeuwis, het dondert en het bliksemt. Ja. Bij ons kon heel veel aan de bar. En of dat je nou thuis wel of niet iets had, je stond hier iedere zaterdagavond en het was hard werken. Maar ook ja, zo'n hoop plezier gehad in die avonden, ja, daar zie ik nergens meer. Het succes had ook een keerzijde. De overlast in de buurt nam toe en in het zalencomplex waren er incidenten onder bezoekers. Het resulteerde in een sluiting op last van de toenmalige gemeente Vlijmen. Die gezegd hebben, jullie mogen pas weer open als jullie fatsoenlijke bewaking aan de deur hebben staan. En toen zijn dus die Hells Angels gekomen. Voor personeel waren ze niet vervelend of zo. Dus. Dat was voor bezoekers wel eens anders. In 2016 ging De Ster failliet. Vanaf 2017 exploiteert Gert-Jan van Rooij het met zijn vrouw. De twee zalen moeten ruimte maken voor iets anders. Daar komen 10 nieuwe huizen voor. Dus mensen hier uit de gemeente of ergens anders van die daar een leuk huisje kunnen kopen. Wij blijven aan de voorzijde met onze cafetaria. We blijven een speciaal biercafé. En we hebben aan de bovenzijde nog een pubzaal waar dat we feesten en partijen doen. Onze middelste zoon heeft een huis gekocht op de grond. Waar, ja, dit is de showzaal die daar gesloopt gaat worden. En die heeft daar een huis gekocht. Zo blijft de familie Meerburg toch verbonden aan de voor hun bijzondere grond. Ja, het is gewoon zonde dat het weggaat, zeg maar. Dus veel van onze generatie en daaronder, ja, die gingen hier heel vaak naartoe. Voor een dorp als Nieuwkuik, ja, dit ga je wel missen. Ja. Dus in dat opzicht wel met een stukje weemoed, ja. Bij een grootschalige controle op het Plataanplein in Drunen is donderdag een lange lijst aan overtredingen vastgesteld. Over het plein waren meerdere meldingen van overlast binnengekomen en de gemeente wilde in beeld krijgen wat er gebeurt in de bedrijven, woningen en garageboxen. En dat leverde dus nogal wat op. Fraude met een gasaansluiting, verkoop van illegale sigaretten en tabak, illegaal gokken, gevonden lachgascilinders, milieuovertredingen, opsplitsen van woningen zonder vergunning en adresfraude. Voor de controle werd het plein in de middag helemaal afgezet door het bestuurlijk interventieteam Meijerij. Met daarin de gemeente en de politie. Ook de douane, Enexis, K2 hondengeleiders, de omgevingsdienst, het UWV en de BOA's deden mee aan de actie.
De NS haalt de overstap van 2 minuten voor reizigers van Utrecht Centraal naar Tilburg uit de reisplanner. Door snelheidsbeperkingen op het traject tussen Utrecht en Den Bosch komt het te vaak voor dat de overstap niet wordt gehaald. De beperkingen komen door problemen met de baanstabiliteit. Met als gevolg dat de treinen dus later aankomen in Den Bosch. Voor reizigers betekent een extra reistijd van zo'n 10 minuten. Dat blijft zo tot het eind van dit jaar. Even een appje sturen of een telefoontje aannemen tijdens het rijden. Het is verboden, maar toch gebeurt het nog op grote schaal. De politie en provincie haalden daarom deze week een oud middel van stal. De provincie en politie Oost-Brabant hebben de handen ineengeslagen om afleiding in het verkeer terug te dringen. Bij de handhavingsactie Ogen op de Weg maken ze gebruik van een middel dat al eerder succesvol bleek, de touringcar. Nou, waarom vanuit de touringcar? Omdat je vanuit de touringcar natuurlijk een hele mooie positie hebt. Ze kan heel goed kijken wat er in de auto gebeurt, zeg maar. En dan als ze de telefoon bij de versnellingspook houden of bij de handrem, dan zie je dus heel duidelijk of ze iemand... Of een bestuurder een mobiele telefoon in de handen heeft. Iemand zit achter in de bus, die ziet al dat er iemand met een telefoon in zijn hand zit. Die geeft een signaal naar de andere collega en die ziet dat ook nog een keer. Dus meestal in 9 van de 10 keer is het zo dat dit gezien wordt door 2 collega's. De touringcar wordt op afstand gevolgd door bijna 10 onherkenbare politieauto's. Wij rijden achter de bus aan en wij krijgen te horen als iemand langs de bus afrijdt met een mobiele telefoon. Of met andere handelingen, dan krijgen wij dat te horen. Dan pikken wij hem op en dan zetten wij hem een eindje verderop. Bij een afrit of bij een tankstation zetten wij hem langs de kant en dan krijg je een onverbaal. Kijk, op het stuur. Ja, die heeft hem ook vast. De Romeo. Victor Lima. Tom, welke moeten wij nog pakken? Brabant staat bovenaan het lijstje van provincies met de meeste dodelijke verkeersslachtoffers in het afgelopen jaar. Volgens de politie en provincie genoeg reden om extra te handhaven op afleiding in het verkeer. Een van de grootste zaken waardoor ongelukken ontstaan is afleiding. En dat betekent dus ook de mobiele telefoon. Mensen zijn zich helemaal niet meer bewust waar ze mee bezig zijn. Ze pakken uit automatisme bijvoorbeeld een telefoon op en vergeten daar de rest van het verkeer. Hebben ze niet meer in de gaten. Dus de staanhouding is de bewustwording. En het gesprek wat we daarna hebben is een mooi meevallen. Als je pas een week of 2 weken nadien een verbaal binnenkrijgt voor het, zal maar zeggen, niet handfree bellen. Dan beginnen de mensen al na te denken van, oké, heb ik dat wel gedaan? Ben ik daar wel geweest? En nou worden ze meteen geconfronteerd met het feit dat wij dat geconstateerd hebben en meteen een verbaal krijgen. Dat de touringcar een handig middel is, blijkt ook deze middag. De ene na de andere bestuurder wordt aan de kant gezet door de volgauto's. In totaal zijn donderdag 80 mensen beboet voor het vasthouden van een mobiel apparaat. In het begin was er nog veel meer, alleen je ziet toch wel dat de acties effect hebben. Het bellen wordt minder, maar er zijn nog steeds mensen die hardnekkig aan de telefoon blijven hangen. Telefoon linkerhand, linkeroor. De actie wordt in totaal 8 keer gehouden in Oost-Brabant. Het weer dan nog. Het was vrijdag bewolkt en regenachtig. Niet bepaald lente dus. Het werd niet warmer dan een graad of 10. Ook zaterdag moeten we nog rekening houden met buien. Daarna is er meer ruimte voor de zon en neemt de regenkans af. Aan de temperatuur verandert er niet veel. Heeft u een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het, maar meer nieuws, bijvoorbeeld over de nieuwe voorzitter van Dommelbarze Durp, dat leest u op dtvnieuws.nl en in onze app. Een heel fijn weekend en graag tot snel.